Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik sta vandaag in de bak met Lika en hierachter hebben we een hele opstelling gemaakt, want we gaan vandaag vrijspringen. Ik heb Lika wel zien vrijspringen op een filmpje toen ik er ging kopen, maar nog nooit in het echt, dus daar werd eindelijk tijd voor om dat een keer eens te doen. Dus we gaan vandaag eens kijken hoe ze het doet. Hopelijk doet ze het allemaal heel braaf. We hadden net eerst in eerste instantie een hele stuk lint gemaakt, maar dat vond ze echt te eng. Het waaide namelijk best wel veel vandaag. En ja, de hele tijd schrikken als ze langs moeten lijkt me niet echt heel verstandig. Ze liep me net ook echt bijna omver, omdat ze er zo van schrok. Dus we hebben het nu even anders gemaakt. Dus gaan we het eens zien. Ik zet mijn telefoon op een standaard neer, waarmee we alles even kunnen filmen. En Esmee is er vandaag. Die staat daar op de deur. Waar is ze? Ik zie er niet. Ergens. Ja, ik zie je niet op beeld. Oh, daar. Die gaat even de camera instellen en dan kan ze ook mooie filmpjes maken voor Insta. Dat gaan we vandaag allemaal doen. Daarnaast moeten we ook even foto's maken voor mijn nieuwe hoofdstel. Die heb ik aan laten meten door Eekbureaus en daar is van de week een video van over online gekomen. Dus, en dan gaan we aan de gang met die. Dinsdag 12 december en ik ga lekker naar het bos met Indu. Dit keer niet alleen, ik ga lekker met Esmee even het bos in bij hun achter het huis. Dus dat is ook lekker dichtbij. Dan heb ik namelijk niet zo'n haast, want anders heb ik heel veel tijd tekort denk ik. Maar dan neem ik jullie vandaag mee en daarmee gebruik ik even een hele leuke gadget die ik nieuw heb gekocht tijdens Black Friday. Dat is iets wat ik echt al heel lang wilde hebben. Het staat al heel lang op mijn verlanglijstje. Ik had er alvast voor een horloge gekocht, maar ik moest het apparaatje zelf nog hebben. Ik heb namelijk een hartslagmeter gekocht. Deze hartslagmeter kan ik gebruiken voor op conditie maken van Indu. Daarmee kan ik gewoon goed zien in hoe goede conditie die is. En dat zeker richting het eventingseizoen. Ondertussen zitten we dus alweer in december en over 2 maanden begint het seizoen alweer. Dat is echt ongelooflijk hoe snel het gaat. Dus ik hoop hem eigenlijk veel te gaan gebruiken. Dat is natuurlijk wel de bedoeling, daarvoor heb ik hem gekocht. Hij ligt nu al een maandje thuis denk ik en ik heb hem nog niet eerder gebruikt. Maar nou, vandaag dat we naar het bos gingen leek het me wel leuk. Maar ik zal hem jullie even laten zien. Ik heb hier de horloge. Ik heb hem lekker in fel roze gekocht. Ik zag hem voorbij komen op Marktplaats en dat was nog zo goed als nieuw. En dat scheelt natuurlijk gewoon weer nieuwe kosten. Want als ze tweedehands te koop zijn en dan eigenlijk niet gebruikt. Deze zat letterlijk nog in het doosje. Ja, dan scheelt dat gewoon weer een hoop geld. En daarnaast natuurlijk de hartslagmeter zelf. Dit is ook van Polar. Die kun je dan natuurlijk samen combineren. Een hele lange band, want dat moet natuurlijk om het paard kunnen. En dan zit hier binnenin de sensor. Er zit dan nog een klittenbandje omheen. En ja, deze die doe je dan om het paard. En ik bedenk me nu dat ik nog even naar binnen moet om nog een ander bandje te halen. Waarmee ik hem vastmaak aan de singel. Er zijn namelijk ook sensoren die heb je alleen vast aan de singel. Die gaat niet helemaal rondom de buik. Maar ik vond deze wel heel erg fijn, want deze kan sowieso gewoon niet af. Die maak je namelijk vast met dit haakje. Zo, en die gaat dan zo er weer terug in. En die kan er in principe niet af. Daarnaast zit hij ook onder het zadel. Zit hij natuurlijk gewoon klem. Dus je kan in principe geen kant op. Ik moet deze rubberen sensoren, hier is gewoon stof. En dit is een soort van rubber plastic iets. Dat moet ik nat maken, een beetje vochtig maken. Ook op Indu moet ik dat een beetje nat maken. En dan neemt hij de hartslag aan. Ik had het bij mezelf al getest. Ik heb ook een band bij gekregen voor de mensen. Die had ik al gebruikt. Ja, en hij werkt goed. Dus ik ben heel benieuwd wat de hartslag van Indu gaat zijn. Zeker als we na een lange tijd weer naar het bos gaan. Dus ik ga jullie vandaag lekker meenemen.
Kom maar. Hij stelt zich aan met zijn hartslag is 67. Ja, maar ik moet hem... Even doordraven en als we dan, want daarna kun je rechtuit kijken, denk ik, of niet? Oh, mijn tenen. Ja? In de tenen. Dadelijk een beetje zweet doet is ook weer beter. Hij komt nou vocht tekort, maar dan kan ja, dan zegt die testresultaat die gevonden bevochtigde band, want hij moet vocht hebben. Ik zal in nu geen gas open laten zetten. Ik ga mijn best doen. Oh, precies. Oké, okay, mooi. Ja, kom maar. Ben nu niet door. Goed zo, braaf. En nu, hou op. Goed zo, braaf, braaf. Goed zo, super. Zo. Braaf. Oh. Gaat ie? Oké. Hola. Hola. Oh. In nu. Oh. Ja, goed zo. Zo, wij hebben ondertussen alweer een galopje achter de rug. En de hartslagmeter wil niet helemaal goed meewerken, maar dit is ook wel de eerste keer dat ik hem gebruik op het paard. Maar ik moet hem nog iets vochtiger maken, want ik had hem wel vochtig gemaakt met de spons. Maar het droogt natuurlijk allemaal een beetje op. En ik moet dan in zijn vacht ook iets natter maken. Hij zit nu op een hartslag van 70. Net in de draf schoot hij af en toe over de 100. En dat is eigenlijk de hoogte in de draf. Maar hij is natuurlijk ook gewoon blij, dus het, op zich valt het nog mee. En net hadden we een galopje gedaan. En dan is hij natuurlijk helemaal excited. Gaan we rechtdoor of links? Tijdens de galop zat hij uiteindelijk, viel hij uit. En toen daarna heb ik hem weer snel aangezet. Dan zat hij op 144. Aan de hoge kant, want in principe bij een goede conditie zitten ze tussen de 100 en 120. Ik ben natuurlijk niet meer lang naar het bos geweest. Ik denk dat het ook gewoon een stuk van excitement is dat hij dan zo'n hoge afslag heeft. Maar hij daalt dan ook weer super snel. Want hij ging echt binnen een paar minuten gewoon weer terug naar de 80. En dat is gewoon wel heel netjes. Dus ik ga hem vaker gebruiken, uiteraard ook in de bak. En dan neem ik jullie daar ook wel in mee, want ik ben heel benieuwd wat hij in de bak heeft qua hartslag. Of hij dan zijn conditie daarin wel gewoon goed is, want hier kan ik niet echt zijn conditie meten, want ja, hij is gewoon heel blij. En Kaylee, we zijn toch met twee witjes op pad, echt superleuk. Kaylee was ook heel braaf. En die vindt het ook wel heel gezellig om lekker naar het bos te gaan. En Smee was, wanneer was ze nog een keer geweest? Zondag, oh ja, het is vandaag dinsdag, dus Kaylee heeft geluk. Ja, ja, linksaf is makkelijker denk ik, want rechtsaf is heel kort. En nu nee. Normaal. Braaf, ja. Nee. In de jongen, echt een lul. Goed zo, braaf. We hebben achter jou door hoor, voor dat stoepje hier. Goed zo, braaf. Goed tot het paaltje. Tot het paaltje. Goedemorgen, de week is weer voorbij gevlogen. Ik post eigenlijk op dit moment op YouTube net wanneer ik zin en vooral tijd heb. Ik hoop dat jullie dat niet erg vinden en alsnog leuk vinden om naar mijn vlogs te kijken. Het is een beetje chaos bij mij in mijn hoofd. De ene moment gaat beter dan de andere. Dus ja, eigenlijk vlog ik gewoon wanneer ik zin heb en vooral wanneer ik tijd heb. Ik werk heel de week. Ik ben eigenlijk alleen... Ik ben eigenlijk alleen heel erg in fel, ja, eigenlijk letterlijk alleen in het donker bij de paarden door de week. Het is vandaag zaterdag. Normaal gesproken moet ik op zaterdag werken, maar vandaag ben ik een dagje vrij. Oorspronkelijk gezien hadden wij vandaag wedstrijd, maar ik heb op dit moment een wedstrijdstop.
Dat is omdat ik best wel veel stress had met heel veel dingen tegelijkertijd. En die druk op wedstrijd kon er gewoon niet bij. Op het moment hebben wij dus ook een beetje een dipje als het gaat om springen. Dat komt ook allemaal wel weer goed. Maandag hebben we springles. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Ik hou jullie gewoon natuurlijk op de hoogte met alles en nog wat. En ja, maandag met springles ben ik denk ik gewoon weer alleen. Want dan ben ik altijd met springles. Dus ik denk niet dat ik jullie daarin mee kan nemen. Dus op dit moment geen wedstrijden. Dat had ik op Insta ook al uitgelegd. 2 maanden een stop. December, januari. Ik wil in januari wel weer een keer op dressuurwedstrijd. Want Indu gaat met dressuren echt super goed. En de springen kijken we wel wanneer we dat weer oppakken. En met de springen ga ik ook eerst weer even in de klasse 1 meter. Dus de klasse B even een paar rondjes starten. En als we daar het vertrouwen weer terug hebben gekregen, gaan we dan weer verder kijken naar ja, hoe alles gaat. Dus dat is eigenlijk alles ja, nu, wat er nu speelt. Even kijken, vandaag is het zaterdag. Ik ben nu de paddock aan het mesten. Het heeft heel de week veel geregend, dus dan kan ik de paddock niet echt mesten, want het is 1 grote natte bende. Dus ik heb net al een volle kruiwagen en nu nog een keer een grote kruiwagen en dan nog de stallen doen. Dan moet ik met papa even de mesthanger leegmaken. Ga ik in nu rijden en ga ik weer even met Lika trainen. En ik hoop dat ik jullie daarin beide even mee kan nemen. Dus dat gaan we doen vandaag. Ik ga papa even de aanhanger leegmaken. Ik hoef hem niet mee te helpen, zegt hij, want ik heb het echt nog super druk. Ik help altijd heel graag mee, maar hij zegt dat het niet hoeft. Papa dus alleen de aanhanger leegmaken, heb ik even de tijd om de trailer schoon te maken. Eén keer in de zoveel tijd spuit ik hem een keer even uit. Want dan wordt het natuurlijk hartstikke vies met het hooi en nesten en al dat soort dingen. En goed, vandaag heb ik even tijd om dat snel te doen. Ik maak hem nooit echt helemaal grondig schoon, maar gewoon even die vieze dingen eruit en dat soort dingen. Dus ga ik jullie ook weer even meenemen. Is weer enigszins schoon. Niet perfect, maar redelijk schoon. Dan ga ik nu even eten en dan in de rijden en dan Lika zadelen en er weer even op, denk ik. Van de week gisterochtend heb ik erop gezeten en dat was echt super braaf.